soba-noedels met tofu en sugarsnaps. Kook 270 gram soba-noedels volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet af en spoel af met koud water. Snijd ondertussen 375 gram tofu naturel in blokjes van 1 bij 1 centimeter. Dep goed droog met keukenpapier. Schil 3 centimeter verse gember en snijd fijn. Snijd 1 teen knoflook fijn. Wrijf 50 gram wasabi-bollen fijn in een vijzel. Verhit 4 eetlepels rijstolie in een wok of koekenpan en bak de tofu op middelhoog vuur in 10 minuten goudbruin. Schep regelmatig om. Schep de tofu uit de wok en leg op een bord met keukenpapier. Bestrooi met 2 theelepels shishimi togarashi specerijen en besprenkel met 1 eetlepel Japanse sojasaus. Voeg de gember, knoflook en 2 theelepels sesamolie toe aan de achtergebleven olie in de wok. Roerbak 30 seconden op hoog vuur en voeg 400 gram sugarsnaps toe. Roerbak 4 minuten tot de bonen net gaar zijn. Voeg 3 eetlepels Japanse sojasaus en de noedels toe en warm al omscheppend 2 minuten door. Verdeel over 4 kommen en schep de tofublokjes erop. Bestrooi met de fijn gevreven wasabi-bollen. Zo maak je soba-noedels met tofu en sugarsnaps.